Welkom bij Medisch Contact TV Nascholing. Vandaag gaat het over het bespreekbaar maken van alcoholgebruik. Te veel drinken heeft gevolgen op allerlei gebieden, maar weten artsen eigenlijk hoeveel hun patiënten drinken? Deze uitzending wordt gemaakt voor artsen, maar is ook voor andere hulpverleners interessant. Voor de artsen die accreditatiepunten willen verdienen, als u hebt ingelogd met uw BIG-nummer, dan wordt het accreditatiepunt automatisch in Gaia bijgeschreven. We zullen het in deze uitzending vooral hebben over het bespreken van alcoholgebruik met patiënten die meer drinken dan goed voor hen is, maar die niet als alcoholist bekend staan. Mijn gasten van vanavond zijn Carla Hagestein de Bruin, psychiater in MCH Glanden, Gerard Schippers, emeritus hoogleraar verslavingsgedrag, Bas Bredy, internist in het Radboud UMC, Martijn Seibom, huisarts. Hij is betrokken bij het herzien van de NAG-standaard problematisch alcoholgebruik. En later schuift aan Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. We beginnen met een filmpje waarin duidelijk wordt waarom het zo belangrijk is dat we over alcoholgebruik praten. Sinds 1960 is het alcoholgebruik in Nederland meer dan verdrievoudigd. Veel mensen drinken meer dan gezond is. 10,3% van de volwassen Nederlanders is probleemdrinker. Voor mannen betekent dat dat ze meer dan 21 eenheden alcohol per week drinken en voor vrouwen meer dan 14 eenheden per week. Gevolgen zijn acute gezondheidsschade, zoals valincidenten en verkeersongelukken, en schade op de lange termijn, zoals afhankelijkheid, kanker, slaapproblemen, maag-darmstoornissen en hersenschade. De maatschappelijke en sociale schade door alcoholgebruik varieert van arbeidsverzuim tot huiselijk en uitgaansgeweld. Dat is een van de factoren die je zelf in de hand hebt, hè? Ja. Ik ga mijn best doen, want het is natuurlijk, ik ga er gewoon mee stoppen. De meeste artsen rekenen het wel tot hun taak alcoholproblematiek op te sporen, maar 60% van de artsen geeft aan er niet naar te vragen. Gerard Schippers, waarom is het zo belangrijk dat artsen over alcoholgebruik praten met hun patiënten? Ja, wel, uit het filmpje blijkt al dat het buiten kijf staat dat alcohol echt een probleem is op volksgezondheidsniveau. En dan kun je dus afvragen wat je als gezondheidszorg daaraan kunt doen. Nou, het is duidelijk dat we het ook niet helemaal moeten hebben van de verslavingszorg, want die bereikt eigenlijk maar zo'n 10% van de mensen waarbij sprake is van overmatig drinken. En de meeste drinkers willen ook niet in de verslavingszorg terechtkomen. Toch kan die gezondheidszorg een belangrijke bijdrage leveren, omdat daar ook gewoon goed bewezen, effectieve methodieken voor beschikbaar zijn. En die moet je dan wel toepassen in de eerste lijn of bij de artsen in de tweede lijn. Ja. In die eerste lijn, Martijn Seibom, je bent huisarts. Het komt net voorbij, er wordt gezegd voor mannen is 21 eenheden per week, voor vrouwen 14 eenheden per week. Dat is dus schadelijk. Kan je daar iets meer over zeggen? Waarom is dat dan schadelijk? Ja, dat ligt iets gevoeliger dan zegt. Onder die hoeveelheid is het veilig. Er werd altijd gedacht dat alcohol, een beetje alcohol, zelfs gezondheid bevorderend is. Dat is eigenlijk wel achterhaald. De enige groep die er enige profijt van heeft, zijn mensen met een hoog cardiovasculair risico op hart- en vaatziekten. Als die zich met 1 à 2 per dag zouden drinken. En voor de rest is er geen veilige grens. Dus het is altijd problematisch alcoholgebruik? Dat is niet problematisch alcoholgebruik. Het is pas een probleem als het problemen geeft. Als je door je alcoholgebruik er problemen ontstaan. Zo op gezondheidsgebied of in een relationele sfeer of anderzijds. Dan is het pas een probleem. Ja. Zijn er ook bepaalde risicogroepen waarbij je die problemen meer ziet dan bij anderen? Dat zijn de mensen waar het familiair voorkomt. Vader of moeder die drinkt. Mensen die op jonge leeftijd, echt heel jong, dus onder de 14, voor het eerst dronken zijn geweest. Die zijn toch vatbaarder voor verslaving en daardoor eerder een probleemdrinker. Alleenstaande mannen, mensen die een ernstig trauma hebben meegemaakt, die zijn er vatbaarder voor. En dokters, wordt ook wel eens gezegd? Ja, we hebben een stressvol beroep, zoals men beweert. Dus het zou meer kunnen voorkomen. Ja.
Goed. Bas Bredy, je bent internist. Kan je iets vertellen over de gevolgen van overmatig drankgebruik? Er komen er al een paar voorbij. Maar kun je er iets meer over zeggen? Ja, alcohol heeft een aantal effecten. Het meest bekende is denk ik de leverschade. De neurologische schade, daar hebben we denk ik in het filmpje ook al een voorbeeld van gezien. Bij kinderen ontwikkelstoornissen, kinderen die op jonge leeftijd, en dat zal straks denk ik ook nog wel aan bod komen, grote hoeveelheden drinken en schade oplopen bij hun met name neurologische ontwikkeling. Dat zijn denk ik de belangrijkste direct meetbare schades. Daarnaast zijn er wel allerlei aanwijzingen dat alcohol ook op lange termijn bijdraagt aan de ontwikkeling van endocrine stoornissen, ook van hart- en vaatziekten, ontwikkeling van suikerziekten. Dus ik denk dat alcohol een breed spectrum aan effecten heeft, waarvan eigenlijk de grote schades, neurologisch als leverschade, de meest bekende zijn. Ja, dan is het eigenlijk best wel een lastige definitie, Martijn, wat jij net zei van het is pas een probleem als het problemen geeft, want het geeft dus vaak pas op de lange termijn problemen. Ja. Dus moet je dan niet toch inderdaad iets aanhouden van 14 of 21? Bas, wat vind jij daarvan? Het effect op lange termijn, daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. Ik denk dus dat je ook moet denken vanuit voorbeelden. Hè? Dus dat het gedrag van je ouders bepalend is van wat je kinderen gaan doen. En als je als ouder naar boven kijkt naar opa en oma en naar je eigen ouders. Daar zit een bepaalde lijn in. En ik denk dat je... De schade hoeft ook niet direct altijd zichtbaar te zijn in fysieke zin. Maar het effect wat in zo'n gezin of in een familie zeg maar op anderen kan uitstralen, dat moeten we ook meetellen. Goed. Ja, ik denk ook, de terminologie is over alcohol is vaak verwarrend. Je hebt echt probleem drinken op het moment dat er echt daadwerkelijk problemen zijn. En je hebt riskant gebruik, namelijk gebruik wat in de toekomst het risico verhoogt dat je er bepaalde problemen door krijgt. Ja. Dus 14, 21, dat is een grens. Daarboven is het riskant gebruik. Ik wil niet zeggen dat iemand op dat moment echt verslaafd is of een alcoholprobleem heeft, maar wel dat hij een bepaald gedrag vertoont wat risico's geeft op termijn. Okay. En als psychiater, kan je iets meer zeggen over de psychosociale gevolgen ervan? Ja. Van bijvoorbeeld riskant gebruik? Precies, ja. Alcohol boven een bepaalde grens geeft risico op gezondheidsproblemen. Daarnaast is het zo dat alcohol op het moment dat het een steeds belangrijke plek in je leven gaat innemen, ook een ongunstig effect heeft op de stemming. Dat mensen soms minder gaan presteren op hun werk of alleen nog maar onder invloed van alcohol kunnen werken. Je beoordelingsvermogen wordt minder. Je hebt ook hele directe gevolgen natuurlijk, rijden onder invloed, agressie onder invloed. Hè. Mensen raken onder invloed van alcohol ontremd en gedragen zich anders dan wanneer ze nuchter zouden zijn. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste categorieën. Goed. Bij deze nascholing zit ook een casus met 6 voorbeeldgesprekken over alcoholgebruik. We gaan nu kijken naar een fragment uit deze casus. In beeld komt een huisarts die haar patiënt vraagt hoeveel ze drinkt. Hoeveel briesers drinkt u zo gemiddeld op een dag? 3, 4, okay. Zoiets. En is dat iedere dag of? Ja. Ja, drink wel iedere dag dat, ja. Ja. Krijgt u er ooit met andere mensen oneenigheid over? Dat u Nee, ik zou niet weten met wie. Met mijn man zeker, nee, die houdt zijn mond wel. Ja, dat kijkt wel uit. Niet waarschijnlijk, hè? Nou, mijn kinderen zien we nooit meer, dus daar hoor ik ook nooit wat van. Nee. Of heeft u nou zelf wel eens het idee dat u denkt van nou eigenlijk zou ik wat minder moeten? Nee. Maar omdat ik niet wist dat het zo slecht voor me was. Ik had er echt geen idee van. Begint u 's ochtends wel eens met een briesertje, omdat nee, u zich rot voelt? Nee, nooit. Het is nee, altijd later op de dag. Ja. Martijn Simon, huisarts. Deze huisarts die bespreekt het dus netjes met haar patiënt. Maar doen huisartsen dat genoeg, praten over alcohol met hun patiënten? Nou, alle huisartsen vragen wel naar het gebruik van alcohol, maar niet altijd. Niet consequent. Nee. Wil je dat je het echt kan opsporen, zul je dat consequent moeten doorvoeren. En bij elke klacht die niet direct verklaarbaar is of waar alcohol een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn, kan je er al naar vragen. Wat ook een hele goede mogelijkheid is om erachter te komen, is bij elke nieuwe patiënt die zich net inschrijft in de praktijk, om daar een leefstijlanamnese af te nemen. Dus naast de operaties en de andere voorgeschiedenis, het roken, drinken, andere intoxicaties, om dat gewoon keurig op een rijtje te zetten. En dat is wel uit onderzoek gebleken, als je dat doet, dat je dan, en daardoor, als je blijkt dat je te veel drinkt, om daar ook kortdurende interventie op toe te passen, dat heel effectief is. Ja.
Mag ik daar nog even iets op aanvullen? Zeker. Het is goed om even scherp te stellen dat deze nascholing bedoeld is eigenlijk als onderwerp heeft het agenderen van het probleem. Ja. En agenderen betekent nog net inderdaad één stap verder gaan dan het alleen maar bevragen. Want dat doen artsen eigenlijk best wel adequaat. Maar dan vervolgens daar een vervolg aan geven in de zin van een advies geven of duidelijk een richting aangeven of daar dan dat even doorpraten met die patiënt bij voorkeur ook, zoals je nu in het filmpje zag, door de patiënt dat even te laten toelichten hoe hij of daar zelf over denkt. Dat is eigenlijk wat nog ontbreekt meestal. Ja, dus niet alleen maar vragen hoeveel eenheden per week, maar iets verder gaan dan dat. Er net even op doorgaan. Maar in het eerste filmpje zagen we dat ongeveer 60% van de artsen er niet naar vraagt. Terwijl ze het wel hun taak vinden. Dus dat komt dan toch weer niet helemaal daarmee overheen. Maar Bas Bredi, als internist, kan je iets zeggen over hoe dat is bij jullie? Vragen jullie er genoeg naar? Zeker. Nou, of we er genoeg naar vragen, dat is maar helemaal de vraag. Het is in ieder geval wel een vast onderdeel van het intakegesprek met een nieuwe patiënt. Mm-hmm. Daar wordt gevraagd of iemand alcohol gebruikt en in welke mate. Vaak blijft het daar ook bij. En dat is denk ik ook het probleem wat Gerard schetst. Dat het wel eenmalig wordt genoteerd, vaak nog niet eens door de eigen arts, maar door een artsenopleiding die het gesprek voert. En vervolgens blijft dat op bladzijde 1 van het medisch dossier staan en wordt niet of nauwelijks meegenomen in een vervolg. Tenzij de ziekte dusdanig is dat die heel sterk gerelateerd is aan alcoholgebruik en ook door iedereen herkend wordt. Dan is het in één keer wel een agendapunt. Maar in mijn ervaring, in de andere gevallen, dreigt het wel naar de achtergrond te raken. Ja, ja. Nu is er een enquête door de KNMG gedaan en daar blijkt uit dat, nou, dat zal niemand hier aan tafel verbazen, dat ongeveer 90% van de artsen ook zelf wel eens alcohol drinkt. Zou dat ook nog een rol spelen met dat we misschien te terughoudend zijn? Te terughoudend. In ieder geval de perceptie over de schadelijkheid, zowel bij de patiënt, maar ook bij de dokter, daar kun je soms wel vraagtekens bij zetten. Of dat helemaal goed bekend is bij iedereen. Hoe de spiegel ook precies wordt voorgehouden. Want het is inderdaad zo dat je eigen waarden en normen toch ook zoiets zijn van de bril waardoor je naar de patiënt kijkt. En voor alcoholgebruik is het denk ik wel zo dat de medische wereld genoeg genuttigd wordt. Ja, het is heel normaal. Ja. Ja. Goed. Carla Haagstein, in het ziekenhuis waar je werkt, MC Haaglanden, is heel structureel, hè, dat er naar alcohol gebruik wordt gevraagd. In ieder geval de SEH. Ja, tot nu toe op de SEH. Op termijn willen we het wellicht in het hele ziekenhuis uitbreiden. Ja. Maar het is nu zo dat we op de eerste hulp bij elke patiënt die zich meldt, ongeacht of het letsel alcohol gerelateerd is of niet, iedere patiënt die zich meldt op de eerste hulp, wordt in principe de audit C afgenomen. Dat zijn 3 korte vragen. Hoeveel drinkt u? Hoe vaak drinkt u? En hoe vaak drinkt u meer dan 6 eenheden? En hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen, dat dat zo is ingebed bij jullie? Nou, dat heeft wel wat motivering onder het personeel ook nodig gehad. Hè, er was in het begin best wel wat weerstand tegen. Dat mensen inderdaad dachten dat het wel meeviel. Dat ze ook vonden dat het preventie niet tot het taakgebied van eerste hulp behoorde. Dat mensen snel het idee hadden dat ze het gingen moraliseren. En ik denk, wat heeft gemaakt dat het werkte, was enerzijds dat het echt in het hele ziekenhuis ingebed was. Ja, ik als psychiater was erbij betrokken. De manager van de eerste hulp die steunde het echt. De raad van bestuur van het ziekenhuis steunde het echt. Een verpleegkundig specialist op de eerste hulp is echt een dagdeel per week daarvoor vrijgesteld om dat voor te bereiden. We hebben een projectgroep gemaakt met de verslavingszorg en met alle betrokken partijen. Ook de huisartsen waren erin vertegenwoordigd. Dus we hebben het echt heel, in het ziekenhuis was het heel goed ingebed en daaromheen ook. Dus alleen een postertje ophangen is niet genoeg? Nee, en daarnaast hebben we ook gemerkt dat wat hielp was regelmatig de resultaten terugkoppelen. We hebben er ook onderzoek naar gedaan. Het blijkt heel effectief te zijn om mensen op de eerste hulp te screenen naar een alcoholgebruik. En met name wat Gerard net al zei, wat we dan ook doen, helaas nog niet bij iedereen, maar is daarna een kortdurend gesprek daarover aangaan, dan is het nog veel effectiever. Dan zien we na 3 maanden dat 2/3 hun alcoholgebruik heeft geminderd. Dus dat zijn echt wel indrukwekkende resultaten. Puur door het gesprek alleen al? Puur door dat gesprek, eenmalig gesprek op de eerste hulp. Het terugkoppelen van de resultaten maakt ook dat hulpverleners meer geneigd zijn om mee te doen. En langzaam maar zeker overtuigd raken van het nut en het effect van deze interventie. En daarnaast zijn er ook voordelen bijvoorbeeld over hoeveel tijd het kost. Mensen zeggen, ja, maar ik heb het heel druk. Maar die 3 vragen, nou ja, eigenlijk hoort dat als standaard in anamnese thuis. En zo'n kortdurend gesprek, dat kan ook echt een hele kortdurende interventie zijn. Dat hoeft echt geen 10 minuten in beslag te nemen. Goed. In deze uitzending hebben we ook stellingen waarop u moet reageren. En de eerste stelling is, problemen door alcoholgebruik zie ik A. meerdere keren per dag, B. dagelijks, C. wekelijks, D. maandelijks of E. niet vaak.
En deze stelling stond de afgelopen tijd op de website van Medisch Contact. En even kijken hoor, de uitslag meerdere keren per dag. 9% van de 194 stemmen zag het meerdere keren per dag, problemen door alcohol gebruiken. 12% zag het dagelijks, 40% dus de meerderheid wekelijks, 18% maandelijks en 21% maar liefst ziet het niet vaak, dus minder dan maandelijks. Dat vind ik eigenlijk wel opvallend. Gerard Schippers, wat vind je daarvan? Een vijfde die zo weinig ziet? Dat betekent niet zien, betekent ook natuurlijk niet dat het er niet is. Ja. En dat betekent zeer waarschijnlijk ook dat er niet naar gevraagd wordt en dat er onvoldoende echt belangstelling is voor dat probleem. Terwijl we weten toch echt dat er een aanzienlijk aantal van de patiënten die dagelijks komen, en dan praten we echt in de orde van 20%, ja, zit met een duidelijk drankprobleem. Of in ieder geval, daar is sprake van overmatig en schadelijk alcoholgebruik. En dat betekent dus dat het niet gezien wordt. Betekent ook dat het dus geen onderwerp is in het gesprek. Juist. Overigens, als ik dan nog wat op mag zeggen, is dat de reden natuurlijk dat artsen dat niet doen inderdaad ook te maken kan hebben met hun eigen gedrag. Want we moeten natuurlijk ook oppassen dat we het alcohol te veel in een soort verdomhoekje gaan stoppen. Ja, alcohol is een buitengewoon, laten we zeggen, heeft ook een hele rijke historie en veel artsen zullen terecht waarderen wat de alcohol ons te bieden heeft. Dat maakt het dus inderdaad wel iets lastiger. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld roken kunnen we niet zonder meer maar zeggen van roken is slecht, dat moet je niet doen. Maar alcohol is een genuanceerd gedrag nodig. Maar dat kun je je wel aanleren en dat zal toch wel moeten gebeuren. Ja, ik wil het even hebben over bij welke patiënten je hiernaar moet vragen. Kijk, zoals bij jullie op de eerste hulp, dat is denk ik duidelijk, doe je het gewoon standaard bij iedereen. Martijn, je zei al als huisarts in ieder geval bij nieuwe patiënten. Maar zeker als huisarts heb je natuurlijk het grootste deel, die mensen ken je al. Wanneer breng je alcoholgebruik dan ter sprake? Ja, dat kan op verschillende manieren. Bij heel veel oudere mensen die zitten al in beeld in de chronische zorg. Dus dat wordt al een keer naar gevraagd. Dus daar heb je het al in beeld. Dus de mensen die voor een diabetes en voor een hoge bloeddruk allemaal onder behandeling zijn van de POH-somatiek. Dus daar heb je het al in beeld. Dus daar kan je al heel goed kijken of je daar iets kan vinden. Ja, en bij elke klacht waar je niet direct een verklaring voor hebt, denk ik van ja, of waarbij alcohol dus een oorzaak kan zijn. En het moet gewoon af en toe moet je dat vragen. En dan heb je dat een keer gevraagd en heb je dat netjes opgeschreven in je systeem. Dan heb je dat en dan kan je daar weer mee verder. Ja. Maar je moet het gewoon af en toe vragen. En patiënten reageren eigenlijk nooit boos of als je ernaar vraagt, gewoon zegt ja. Deze klachten kunnen te maken hebben met alcohol. Ja, ik vraag het altijd bij deze klachten. Drinkt hij ook alcohol? En daar wordt altijd eigenlijk vrij normaal op gereageerd. Patiënten vinden het heel normaal dat je daarnaar vraagt. Ja. Net zoals roken. Dat vinden ook mensen heel normaal. Ja. Bas Bredy, kan je daar iets op aanvullen als specialist? Ik denk dat het in ieder geval een structureel onderdeel moet zijn van je anamnese, je intakegesprek. Ik denk dat ik nog iets verder ga als een huisarts in de eerste lijn, die toch met name in de richting van case finding bezig is. Ik denk dat een patiënt in de tweede lijn dat echt een standaard onderdeel is en moet zijn van de intake. We hebben er nog een stapje bovenop gelegd bij cardiovasculaire patiënten door het echt uitgebreider te vragen met de volledige audit, vragenlijst en ook de vragen naar verandermotivatie. En dat ingebed in een totaal spectrum van leefstijl, roken, bewegen en voeding. Daar komt overigens nog een interessant fenomeen boven tafel dat als een patiënt dat zelf rapporteert met een vragenlijst, zeg maar in eigen tijd, in eigen omgeving, dat daar een hoger percentage overmatig alcoholgebruik uitkomt dan als hij tegenover een dokter in de witte jas zit die zegt van nou vertelt u maar eens hoeveel u drinkt. Dus dat is een interessant fenomeen. Maar wat in ieder geval uit deze meting naar voren komt, is dat ook bij een groep waar je het misschien helemaal niet zo verwacht, de cardiovasculaire risicopatiënt, we hebben net zelfs gehoord dat het misschien wel goed is om een borreltje te drinken, dat daar overmatig alcoholgebruik voorkomt bij meer dan 15%. En dat is echt overmatig alcoholgebruik en zo'n 20% heeft de mogelijk problematisch alcoholgebruik. Ja. Dus dat zijn getallen die onze ogen wel geopend hebben. En dat krijg je eigenlijk alleen boven water door structureel te screenen. Ja. Bij iedereen. En Carla Haagstein, nu zegt Bas al van ja, hè, als wij er naar vragen, dan geven mensen minder aan. Heeft dat misschien ook met gesprekstechnieken te maken?
Ja, wat wij al onze medewerkers op de eerste hulp hebben getraind in die techniek van dat motiverende gespreksvoering. En het idee daarachter is dat je in ieder geval niet moraliseert en niet oordeelt. Maar daarnaast ook dat je doel niet per definitie is dat iemand meteen stopt met drinken. Maar veel meer dat je iemand bewust wordt van zijn gedrag en van de risico's die eraan verbonden zijn. Ja. En het kan dus ook zo zijn dat iemand wel overwogen zegt, ik weet dat ik riskant drinkgedrag vertoon, dat het op de termijn gezondheidsrisico's heeft, maar het is mij zoveel waard door die lekkere smaak, door de plek in mijn sociale leven. Ik heb dat risico er graag voor over. Het gaat erom dat iemand bewust wordt en daarna volledig goed geïnformeerd zelf een keuze erin kan maken. Maar wat over die motiverende gespreksvoering, kan je daar iets over uit de doeken doen? Ja, de gedachte achter is dat je iemand vooral uitnodigt om zelf zoveel mogelijk erover te vertellen. Dus dat je niet als dokter in je witte jas rechtop gaat zitten en gaat vertellen hoe slecht het wel niet is en hoe iemand het anders moet gaan doen. Maar dat je iemand uitnodigt om te vertellen hoeveel die drinkt, waarom die drinkt, wat voor positieve effecten dat heeft, maar ook wat voor negatieve effecten dat heeft. Of die iets zou willen veranderen, waarom die iets zou willen veranderen. Zodat iemand echt zelf daarover gaat nadenken. En de bedoeling is ook niet dat je in dat korte gesprekje wonderen bewerkstelligt, maar dat iemand thuis daar nog over doordenkt. Ja. En zijn er ook bepaalde valkuilen waar je in kan stappen? En je noemde al moraliseren, maar kan je dat misschien uitleggen? Nou, ik merk zelf dat dat bij veel collega's de weerstand is. Dat ze inderdaad zeggen, ik hou zelf ook wel van een borreltje. En wie ben ik nou om tegen mijn patiënt te zeggen dat hij dat niet meer moet doen? Dat is ook niet wat je moet gaan doen. Zeggen, dat moet u niet meer doen. De bedoeling is echt dat je in gesprek komt met iemand. Ja. En eigenlijk hebben dus veel patiënten daar ook niet zo'n bezwaar tegen, lijkt me Gerard Schippers. Ja, jij zei het al, Martijn. In jouw ervaring hebben mensen daar geen bezwaar tegen. Maar Gerard Schippers, kan je dat? Dat is heel duidelijk. Er is zelden ervaring dat mensen daarop reageren zoals de arts dat vaak wel fantaseert. Ja? Dat als ik dit begin over dit taboe onderwerp, dan krijg ik als het ware een soort negativiteit over me heen. Wat gewoon zelden het geval is. We hebben het bij onze eerste hulppatiënten nagevraagd, ik zit na 3 maanden. Er was maar 5% die het bezwaarlijk vond. 85% vond het normaal en 5% vond het normaal als het aan de medische ziekte gerelateerd was. Ja, u vroeg naar valkuilen. En een van de valkuilen is natuurlijk wel dat de arts in de zin ook van hulpverlener die iets wil bewerkstelligen, wel soms de indruk heeft van, ja, als ik hierover begin, dan moet dat ook wel tot iets leiden. Ja? Dan kan het toch niet zo zijn dat die patiënt eigenlijk zijn gedrag niet verandert. Tegelijkertijd heb ik er eigenlijk een hart over in dat die verandert. Dus begin ik er eigenlijk maar liever niet over. Dus de valkuil is dat je, ook al heb je er niet zulke, niet direct van die, dat je geen wonder hoeft te verwachten, dat je er toch over begint en toch eens een visje uitgooit over hoe die persoon er zelf over denkt. Dat is eigenlijk de uitdaging. Want dat heeft dus al zin, heb je net verteld. Ja. Ja. Goed. Het alleen al voorlichten, gewoon benoemen van het gebruik en laten inzien, heeft al effect. Laat al zien dat mensen hun alcoholgebruik verminderen. Goed. In dat filmpje dat we net zagen, zag je de 5-shot-test. Ja, er werden dus een aantal vragen gesteld. Er zijn allerlei verschillende instrumenten die je kan gebruiken. Maar welke moet je nou gebruiken? Ik ken er nog de CAGE-test. Martijn, kan jij daar iets over zeggen? Wat moet je wanneer gebruiken? Al deze meetinstrumenten die zijn prima als onderlegger om als begin te maken om het gesprek over alcohol aan te gaan. Het is goed om als je met die vragen begint, dan kan je hem als onderlegger gebruiken voor het gesprek. Maar daarna moet je eigenlijk een stap verder gaan en zeggen, nou, wat is nou de rol van alcohol in het leven? Wat doet dat nou mee? Wat gebeurt er nou als dat wegvalt? Dus dat is een stap verder. Dit is een mooi begin, maar het is slechts een begin. Dus je moet er altijd verder mee gaan. Ja. En al die testen hebben ongeveer dezelfde sensitiviteit en specificiteit. Het is maar wat jij prettig vindt om mee te werken. En wat jij kan onthouden, dat is prima. Dat maakt verder niet zoveel uit. En moet het allemaal in één gesprek, Gerard Schippers? Ja, nou, het moet er niet zozeer, maar die evidentie die ervoor is en voor dus werkelijk een vermindering van het alcoholgebruik bij een belangrijk aantal mensen bij wie je deze interventie toepast, blijkt dat je het wel, dat het ook je kunt houden bij een korte interventie. Het hoeft niet zo uitvoerig te zijn. Het is wel zo dat je voorbereid moet zijn op het feit dat als het alcoholgebruik ter sprake komt en niet direct door de patiënt zelf ook in controle gehouden kan worden, dat je dat naloopt en dat als dat ook niet lukt en het nodig is, dat je iemand ook kunt verwijzen. En ik denk dat een van de belangrijke verbeteringen die we op dit moment met name ook in de eerste lijn hebben, is dat we toch deze primaire alcoholhulp, zou ik het zo zeggen, dichter bij die eerste lijn betrekken en dat je ook sneller en makkelijker kunt doorverwijzen. En nu misschien nog een beetje een gevoelig puntje, maar ik heb dan nog wel geleerd van, nou ja, als iemand zegt, nou, 1 borrel per dag, dan doe het altijd maar 2 maal 2. Hè, echt onderrapportage van mensen. Bas Bredy, kan je daar iets over zeggen? Hoe pak jij dat aan?
Nou ja, ik herken het wel uit situaties waarbij patiënten aanvankelijk polyklinisch bijvoorbeeld vertelden dat ze matig alcohol gebruikten. En naarmate de tijd vorderde en ze ook bijvoorbeeld een keer werden opgenomen en onder andere omstandigheden rapporteerden, er toch veel meer bleek te zijn. Dus ik denk dat onderrapportage zeker een fenomeen is waar we rekening mee houden. Ja, en hoe kun je dat tegengaan? Ik zelf denk dat je misschien wel meerdere methodes naast elkaar kunt leggen op verschillende momenten. Bijvoorbeeld een vragenlijst die een patiënt zelf invult, kan toch een nadere informatie geven of andere informatie. En die kun je naast elkaar leggen. En dat kan dan bijvoorbeeld weer een onderwerp zijn van gesprek. Ja, nou, je ziet dat u dit thuis heeft ingevuld en we hebben het er net over gehad en blijkt toch anders te zitten. Hoe zit het nou precies? En nou ja, dan heb je een opstapje naar een verdieping die overigens wonderlijke uitkomsten kan hebben. Goed. Ja. Bezoekers van onze website van Medisch Contact konden al vragen stellen voor de uitzending. En ik leg er een paar aan jullie voor. Zo vroeg iemand, Carla, of je alcoholgebruik altijd moet en ook mag bespreken met je collega's. Bijvoorbeeld, er komt iemand met een gebroken been op de eerste hulp. En dat heeft te maken met drankgebruik. Kan je dat altijd naar de huisarts sturen? Ja, nou, in principe heb je natuurlijk toestemming nodig van de patiënt om je beroepsgeheim te doorbreken. Maar tussen betrokken behandelaren wordt die toestemming voorondersteld. Dus relevante informatie mag je in principe vrijelijk uitwisselen met een huisarts, tenzij een huisarts daar bezwaar tegen aangeeft. Zeker op het moment dat dat gebroken been door de alcohol veroorzaakt wordt, dan is het heel relevant. En dan is het in mijn optiek vanzelfsprekend dat je dat dus met de huisarts mag uitwisselen. Soms is het ook iets minder voor de hand liggend, maar eigenlijk hoort het vragen naar alcoholgebruik bij je standaard medische anamnese. En hoort dat ook thuis in een standaardbrief naar de huisarts. Dan hebben wij het op de eerste hulp, omdat we natuurlijk echt standaard screenen bij iedereen. En dat niet helemaal routine medisch handelen is, hebben posters opgehangen waarbij we mensen daarover informeren. Waarbij mensen bezwaar kunnen aangeven als ze niet willen dat de huisarts wordt geïnformeerd. Maar in principe bij iedereen die geen bezwaar aangeeft, informeren wij de huisarts daar wel over. Want ik denk dat het voor een huisarts heel relevant is om het te weten en om ermee verder te kunnen. En als huisarts, geef jij het door aan de specialisten als er sprake van is? Als het relevant is voor de patiënt en voor zijn ziekte, wel. Ja, goed. Er kwam nog een andere vraag binnen. Ja, een bekende vraag. Alcohol en geneesmiddelen. Misschien de internist. Hoe zit het daarmee? Want er wordt vaak gewaarschuwd van als je bepaalde geneesmiddelen gebruikt, pas dan op met alcohol. Daarentegen zeggen artsen vaak, nou, als ze het zelf medicijnen gebruiken, dan het valt allemaal mee. Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, ik denk dat dat dan vooral bedoeld is om zeg maar de declaring van alcohol en geneesmiddelen kan via dezelfde route in de lever verlopen, waardoor de alcoholspiegel wat langer hoog kan blijven of de geneesmiddelspiegel onbetrouwbaar wordt. Regelmatig alcoholgebruik induceert ook het afbraaksysteem, het enzymsysteem in de lever, waardoor geneesmiddelen misschien sneller worden verwerkt, om het zo maar te zeggen, en dus een andere werking hebben. Dus in die zin geldt voor een aantal geneesmiddelen die via dezelfde klaringsroute werken advies om die niet tegelijkertijd te gebruiken. En daarnaast zijn er sedativa, verdovende middelen die het alcohol-effect kunnen versterken of omgekeerd. Waardoor je forsere effecten kunt krijgen dan je bedoeld hebt. Zijn er beruchte voorbeelden van medicijnen? Nee, ik denk, nou, ik heb ze niet zo. Misschien dat andere mensen aan tafel daar waren. Goed, er was nog een vraag binnengekomen hoe het eigenlijk zit met Nederland versus andere landen. Drinken we hier nou eigenlijk veel of valt dat wel mee in Nederland? Wie kan er iets over zeggen? We zitten in de middenmoot wat dat betreft. Er zijn duidelijk landen, en met name in Oost-Europa, waar veel meer gedronken wordt. Maar ook overigens wel in Engeland. En er zijn ook landen waar veel minder gedronken wordt. Waar we wel... met name bij de kinderen zitten we aan de hoge kant. Ja? En met de jongeren, hè, daar zitten we epidemiologisch gezien echt in de bovencategorie. Nou, daar gaan we het zo over hebben. We nemen nu afscheid van onze gast Bas Bredy. Bas, dank voor je bijdrage. Graag gedaan. Ouderen en jongeren zijn inderdaad extra kwetsbaar voor alcohol. We kijken nu naar een video over de werkwijze van de polykliniek Jeugd en Alcohol van het Reinier de Graaf in Delft. Wat gebeurt er met jongeren die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belanden? Op de spoedeisende hulp worden allereerst de zogenaamde vitale functies gecontroleerd, zoals ademhaling, hartslag, temperatuur en bloeddruk. Vaak hebben jongeren last van onderkoeling, verlaagde bloedsuikers, een onregelmatige hartslag, een shock of blackout
of secundair letsel. Na opname op de spoedeisende hulp volgt in veel gevallen een opname op de kinderafdeling. Hier bespreekt de kinderarts met de jongeren en de ouders het effect dat de alcoholvergiftiging op zijn of haar lichamelijke toestand heeft. Een pedagogisch medewerker geeft voorlichting over de gevolgen en gevaren van alcoholmisbruik, onder andere aan de hand van een online drinktest. De kinderarts en kinderpsycholoog bespreken de lichamelijke en emotionele conditie van de jongeren en de eventueel te nemen vervolgstappen. Bijvoorbeeld verder lichamelijk onderzoek of psychische begeleiding. Bij jongeren die al eerder of voor de intoxicatie aan schadelijk bingedrinken deden en slechte schoolprestaties hebben, wordt neuropsychologisch onderzoek afgenomen. In dit onderzoek worden vaardigheden als concentratie, intelligentie en geheugen en de morele en sociaal-emotionele ontwikkeling getest. We hebben een nieuwe gast aan tafel, Nico van der Lely. Hij is kinderarts in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en oprichter van de Polykliniek Jeugd en Alcohol. Nico, welkom. Komt dit nou veel voor, jongeren die met alcoholvergiftiging worden opgenomen? Nou, zeker wel als je vergelijkt met 10 jaar geleden. In een bepaalde fase verdubbelde het aantal kinderen wat in een van de Nederlandse ziekenhuizen werd opgenomen. Laatste jaar is wel een kentering te zien, dus we gaan wel de goede kant op, gelukkig, door alle aandacht daarvoor. Maar het is nog wel een probleem, ja. Ja, inderdaad, er is al heel veel aandacht voor geweest, ja. Maar misschien kan je toch nog eens vertellen waarom het nu zo erg is, die jongeren die zoveel drinken. Of jongeren die drinken. Ja, heb je nu. Nee, kijk, er zijn. Kijk, als je op jonge leeftijd drinkt, dat is het belangrijkste, heb je 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. Gerard zei het al. Dus daar wordt eigenlijk een soort groep gecreëerd waar we nog vele jaren problemen mee gaan krijgen. Het heeft te maken met ook de ontwikkeling van je intellect, simpelweg. Als je kind 2 keer opgenomen geweest is met alcoholvergiftiging, dat onderzoekt dan een psycholoog die aan onze kliniek verbonden is. Ja, dan heeft 42% van die kinderen daalt 1 of 2 schoolniveaus, om wat te noemen. Maar het is een bepaalde fase van je leven waar je hersenontwikkeling ongestoord moet plaatsvinden. Dat kan je ook neuropsychologisch onderzoeken. Dat kan je onderzoeken met allerlei andere technieken, met MRI's en CT's. En je ziet dus als je in die fase te veel drinkt, heb je de rest van je leven last van. En dat is qua niveau van intellect, maar ook qua emotionele stabiliteit. Hoe je omgaat met angsten en nachtmerries en zulke soort zaken. Maar dan gaat het, als je zegt van dan heb je de rest van je leven er last van, om inderdaad die kinderen die op de eerste hulp in coma terechtkomen, of om iedereen? Want dan denk ik van dan hebben we waarschijnlijk allemaal hier aan tafel wel. Nou, nee, weet je, ik ben ook dronken geweest vroeger. Ja. Weet je, alleen je kon je huis terugvinden, je had hooguit een promillage van 1. Maar wat wij als kinderartsen nu zien, is gemiddeld kind van de jaren 15, 16 met een promillage van 2. Dat is toch andere sport. Ja. En je ziet dus toch dat tot de leeftijd van 18 krijg je er hersencellen bij. En daarna nemen de verbindingen tussen hersencellen toe. Dat heet pruning. Bestaat ineens een Nederlands woord voor. Maar je ziet met name die pruning, die is gestoord. En die blijft gestoord omdat je die ongestoord moet meemaken tot de leeftijd van 21. En dat komt daarna niet goed. En dat is een ander verhaal dan dat je gaat drinken of start met drinken op de leeftijd van 22 of 23. Ja. Maar je zegt het is een ander verhaal. Maar toch is vanaf 1 januari is het niks, hè, tot 18 jaar. Ja. Is de bedoeling. Ja. Is dat eigenlijk de boodschap? Veilig alcohol gebruiken is gewoon helemaal niets? Antwoord is ja. En eigenlijk als je een dokter vraagt wat ik ben, moet de grens op 21 komen te staan. Dat is niet ondenkbeeldig. Het is al volstrekt niet haalbaar. De discussie zijn we geen eens aangegaan. Dus ik ben al blij met de grens van 18. Maar medisch gezien moet de grens op 21. Nogmaals, vanwege die pruning. Ja. Dus ja, het is ook wetenschappelijk bewezen door een groep in Nijmegen, naar ik meen. Dat ook als je nee zegt tegen je kind, die kinderen gaan later in het leven minder drinken. Ik zal het anders stellen. Ze noemen het soms het wake-up call effect. S'nachts slaap je, ben je wakker, word je alleen maar wakker. Het moment dat je gaat drinken, ga je alleen maar meer drinken. Al ben je 16, drink je 1 biertje, dan gebeurt er niks met je. Maar niemand drinkt 1 biertje op zijn 16e. Dat is het probleem. Ja. Martijn Seybom, als huisarts, heb je veel te maken met jongeren en alcohol? Wij krijgen af en toe een briefje van de kinderarts dat een patiënt van ons is opgenomen. Het probleem is dat wij die patiënten eigenlijk nooit zien op het spreekuur. Die komen eigenlijk heel weinig. Die groep hebben we helemaal niet in beeld in die opzicht. Dus het is heel moeilijk om erachter te komen of dat een alcoholprobleem is. Ze komen gewoon niet. Ja. En op de eerste hulp komen ze wel. En vanaf welke leeftijd wordt er eigenlijk gevraagd naar alcohol? Onze screening was tot nu toe vanaf 18. En we willen het eigenlijk gaan uitbreiden naar vanaf 16. Ja. Maar nogmaals, die screening is eigenlijk bedoeld op vroegtijdig riskant gebruik. Niet op echte probleemdrinkers en de comadrinkers, maar echt mensen die meer drinken dan gezond is. Ja. Nico van der Lely, wat bepaalt het of kinderen gaan drinken? Nou, er zijn een heleboel factoren. Het is een probleem van de samenleving. Ik zie ze eigenlijk meer als slachtoffers, kinderen. Je ziet wat er op die kinderen afkomt, dat is enorm.
En dat heeft allemaal weer te maken met het feit dat als je op jonge leeftijd drinkt, heb je 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. Kijk, het is niet voor niks dat James Bond met zijn biertje loopt in de laatste film. Het is niet verwonderlijk als je van voetbal houdt dat je 1 op de 5 reclamewoorden wat je ziet is voetbal of is alcohol. Als je Olympische Spelen kijkt, wat we weer gaan krijgen, dat je Holland Heinekenhaus hebt. Je moet er maar eens over nadenken waarom dat zo is. Ja. Mag ik hier nog even een kleine aanvulling op doen? Want ik denk dat het belangrijk is ook in het kader van, van dit onderwerp, van het agenderen. Kijk, de groep van Nick van Leddy, de grote verdienste daarvan is eerlijk gezegd niet zozeer het agenderen van het alcoholgebruik bij die kinderen. Want ik zou maar zeggen, dat is volstrekt evident. Maar van het aan de jas trekken van de ouders en de opvoeders daarachter. En het verzinnen eigenlijk van een manier om daar te interveneren op, zodanig dat er ook een andere cultuur in dat gezin gaat ontstaan. Ja. En dat vind ik de verdienste van het protocol dat jullie hebben ontwikkeld. Wat moet je dan adviseren aan ouders? Nou, de gemiddelde Nederlander heeft een IQ boven de 100. Ze moeten het inderdaad weten. En we doen dat samen met Mireille de Visser met boeken. We hebben recent weer een boek geschreven, De Alcoholvrije Puber. Praktische gids, ook gezien het feit dat de wet gaat veranderen, nogmaals, wat u zei, de grens van 18. Maar hoe ga je dat toepassen binnen jouw wereld? En als je kan een wereld, kan de muziekwereld zijn. We hebben Candy Dulfer gevraagd er iets over te vertellen. Het kan zijn de sportwereld. We hebben daar een tophockey hiervoor gevraagd. En allerlei verschillende werelden waar je dat moet toepassen. Maar het begint met die mensen, in dit geval de ouders, een spiegel voor te houden. Wat drink je eigenlijk zelf? Ja. En vroeger dronk je als oma trouwde, of jarig was, als je ging trouwen en zulke soort zaken. Tegenwoordig is het normaal dat je rode wijn drinkt op een maandag, dinsdag, woensdag. Ik zeg altijd voor de grap, kinderen zijn zakjepanders, doen het gewoon na. Die denken dat het erbij hoort. Als je geen champagne krijgt met oud en nieuw, krijg je dan nepbubbels van de HEMA. Zo is het toch? En dat heet conditionering. En dat is het geaccepteerd maken bij de jeugd van alcohol. Wegen een niet zuivere reden, vind ik. Goed. Ik zei net ook al dat ouderen eigenlijk ook een risicogroep vormen. Dus de andere kant van het spectrum. Wie kan daar iets over zeggen? Giro Schippers? Nou, eigenlijk vooral dit, dat op dit moment epidemiologisch in de belangstelling staat. Natuurlijk niet zo gek, omdat op dit moment een categorie rijke babyboomers oud wordt en hun drinkgewoonte meenemen. Ofschoon er ook nog wel een interessante categorie ouderen is die als het ware pas hun drinkgewoonte ontwikkelen. Op het moment dat ze inderdaad met pensioen zijn of daar de ruimte voor hebben. En er is duidelijk sprake van een toename. Wat bijvoorbeeld al te zien is in het aantal mensen van 55 plus wat in de verslavingszorg terechtkomt. En wat de afgelopen jaren een echte duidelijke, grotere toename heeft laten zien. Maar heeft dat misschien ook wat meer aandacht nodig? Want voor de jongeren komt er nu dus inderdaad, er is veel aandacht voor geweest. En die leeftijd gaat omhoog, wettelijk gezien. Wat kan je nou voor die groep ouderen doen? Dat is het ook. Hè. Dat partnership vroeg signalering alcohol, waar eigenlijk dit programma ook mee in samenwerking is ontstaan, ontwikkelde het met een protocol. Wat met name gericht is onder andere bijvoorbeeld op valincidenten in algemene ziekenhuizen. Om daar veel alerter te zijn op het alcoholgebruik. En daar ook een preventie- en interventieprogramma aan te verbinden. Goed, we gaan naar de volgende stelling. En die luidt: alcohol zou net zo taboe moeten zijn als roken. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, ook deze stelling stond op de website van Medisch Contact. En 39% van de 227 stemmers is het ermee eens. Dus 61% is het oneens. Nou, ik vind het toch nog eigenlijk best wel veel. Dat 40% ongeveer het daarmee eens is. Carla, wat vind jij van die uitslag? Ik vind toch wel een verschil tussen alcohol en sigaretten. In de zin, elke sigaret is schadelijk. En voor alcoholgebruik is het natuurlijk zo dat op het moment dat je maat weet te houden, dat het niet per se schadelijk hoeft te zijn. Hè? Het wordt pas riskant. Ja, absoluut. Boven 21. Heel goed. Dus ik vind dat wel een verschil. Dus ik zou hebben gezegd dat ik het ermee oneens was met deze stelling. Goed. Het is al even gezegd eerder, hè? Het alleen bespreekbaar stellen is niet genoeg, alhoewel het goed bespreken dus wel effect kan hebben. Maar het is wel een beetje de vraag van wat doe je dan eigenlijk? Hè? Op het moment dat je iemand hebt ontdekt, zal ik maar zeggen, die te veel drinkt, wat doe je dan? Misschien kan de huisarts eens vertellen, wat is jouw vervolgstap dan? Ja, je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. Het ligt ook aan de ernst van de situatie, hoe ernstig is de problematiek. Er is echt sprake van een verslaving, een stoornis. En ook de motivatie van de patiënt. Wil hij naar de verslavingszorg? Is hij er bereid toe? Want daar zit nog steeds een taboe op. Stel dat hij dat niet wil, dan kan je steeds als huisarts nog steeds heel veel zelf doen. Je kan met, wat het net al genoemd is, motiveerde gesprekstechnieken, in enkele meerdere consulten, er een heel eind komen. De BOH-GGZ wordt steeds toereikender. En daar kan je ook patiënten naartoe verwijzen.
En wat is voor jou het punt dat je zegt van nou, dit is iets wat ik moet verwijzen? Of wanneer adviseer je het? Ja, dat is heel erg individueel verschillend. Het ligt ook aan de motivatie van de patiënt. Denk jij dat je bij de patiënt iets kan bewerkstelligen? Denk je van, ik heb hier een ingang. Nou, dat zo, en hoe ernstig is de problematiek? En ook of de huisarts zich geschikt vindt om deze patiënt te behandelen. Dat zijn allemaal dingen die de huisarts zelf moet afwegen. Dus niet één antwoord daarop. Ja, goed. Carla, bij jullie in het ziekenhuis is dat wat meer gestructureerd. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat was ook van het eerste hulppersoneel een hele belangrijke vraag. Van, we kunnen wel bij iedereen naar zijn alcoholgebruik gaan vragen, maar dan? Hè, nou, nogmaals, op het moment dat iemand niet daadwerkelijk een alcoholgebruik heeft, maar wel riskant gedrag vertoont, dan kan zo'n kortdurend gesprek volstaan. Op het moment dat iemand echt een alcoholprobleem heeft of meer drinkt, dan is het natuurlijk belangrijk dat er een vervolg aankomt. En ik denk een van de factoren waardoor ons project goed geslaagd is ook juist dat we goed ingebed waren. Dat we de huisarts erbij hebben betrokken, dat we de verslavingszorg erbij hebben betrokken. We hebben ook de verwijslijnen heel kort gehouden. We zorgen dat als iemand een folder meekrijgt met zijn patiëntgegevens erop en een handtekening van een verwijzer, dan is dat al voldoende als verwijsbrief. Toevallig ligt de verslavingszorg bij ons ook recht tegenover het ziekenhuis. Dus mensen kunnen echt letterlijk naar de overkant lopen en meteen een afspraak maken. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. He, dat er niet allerlei barrières worden opgeworpen waardoor iemand al lang weer in het café zit in plaats van dat hij bij de verslavingszorg terecht is gekomen. Maar dat je op het moment dat je zoiets signaleert meteen kunt doorpakken. Dat werkt voor onze eerste hulp in ieder geval, waarbij je iemand echt eenmalig ziet, wel heel goed. Ja, er kwam ook een opmerking van een kijkersvraag. En die zei van ja, vaak is het probleem ook dat voor de aanpak van het probleem we nogal een beetje naar elkaar kijken of naar elkaar verwijzen. Geert Schippers, kan je daar iets bij voorstellen? Want die denkt van nou, die dokter die heeft, misschien moet de internisten doen of de kinderarts. Nou ja, de kinderarts misschien, dat is misschien wel iets specifieker, maar de dokters vinden het algemeen toch wat lastig. Ja, die vinden dit wat lastig en dat komt natuurlijk omdat de kern van de zaak een kwestie is toch van communiceren over een lastig onderwerp. En dat hebben dokters vaak vinden ze zelf niet zo goed geleerd of schoon ze het soms eigenlijk best goed kunnen. En dan inderdaad is het zoiets van, nou dat moet eigenlijk de ander maar doen. Hè. Er zijn nogal wat artsen, ook wat huisartsen, die roepen van, ja dit is eigenlijk niet ons vak. Dat hoort eigenlijk niet bij ons thuis, dat zou er elders moeten gebeuren. Dus dat is iets wat je moet overwinnen. Want hou goed vast, hoe belangrijk het ook is om er soms een gevolg aan te geven. Het geldt nu eenmaal zo dat als je bij een grote groep mensen deze interventie standaard doet, het zo is dat een relatief groot aantal mensen daar positief op reageert, ook met een hele kortdurende interventie. Dat blijkt gewoon uit vrij grote epidemiologische studies waarin dit standaard is ingevoerd. En dan hoef je dus niet zoveel meer te doen dan het onderwerp inderdaad te agenderen en met iemand daar even een goed gesprekje over voeren zonder dat je moraliserend of sturend wordt maar domweg vragen van, hey, hoe sta je er zelf tegenover? En ik denk dat ik het verstandig zou vinden om. Dat is eigenlijk al een voor veel mensen een voldoende interventie. Goed. En hoe zit dat bij de kinderen? Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Ik zit erover na te denken nu je dat zo zegt. Wij doen dat als ze bij topsegmenten, zullen we zeggen, die in coma binnenkomen, het moment dat ze wakker worden. Ouders zenden we heen met een bak koffie. En hebben pedagogische medewerkers die dan met die kinderen achter de computer zitten. Dat is toch een ding waar ze al 4 uur per dag achter zitten. Dat is hun belevingswereld. Daar maken we echt gebruik van. En dan moeten ze interactieve sites doornemen. En dat is het moment, de golden hour, zoals we noemen, waar ze inderdaad daadwerkelijk openstaan voor kennis. Dat is eigenlijk wat jij bedoelt. Ja, ja, dat internet, dat is, of in de computer, is goed dat je dat zegt. Er is heel veel te vinden, hè, op internet, e-health, zoals dat dan netjes heet. Is dat iets waar je naar verwijst, bijvoorbeeld als huisarts ook? Ja, je hebt eigenlijk twee soorten e-health. Je hebt de self-test op het internet. Dus hoeveel drink je en hoeveel is dat nou problematisch? Kan ik daar problemen van krijgen? Dus mensen kunnen dat zelf al heel makkelijk gaan doen. En de andere zijn echt behandelingen via het internet. En dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar de eerste resultaten daarvan die zijn wel erg goed. Ik zie het wel als een goede tussenstap voor mensen waarbij er toch echt een wat langdurige behandeling nodig is. Maar die zijn niet gemotiveerd om naar een verslavingskliniek te gaan. Of die hebben daar geen tijd voor. Of de taboe dat er op heerst volgens hun, durven ze niet naartoe te gaan. Dat is een hele mooie mogelijkheid om dat te doen. Goed. Tot slot een paar vragen nog van de bezoekers van onze website. En eentje, ja, dat komt eigenlijk altijd ter sprake tijdens nascholingen. Hoe de vergoeding is geregeld voor een gesprek over alcohol. Is daar eigenlijk iets voor geregeld? Is daar een tarief voor of is dat niet nodig? Gerard Schippers, kan je daar iets over zeggen?
De dergelijke gesprekken over alcohol zitten of komen in de basisgezondheidszorg. En daar is gewoon de gebruikelijke tariefstelling voor beschikbaar. Ja. Die is natuurlijk nog niet helemaal goed uitgekristalliseerd. Maar die kortdurende interventies die tot nu toe eigenlijk ook door de verslavingszorg werden gegeven, worden waarschijnlijk overgegeven naar de basisgezondheidszorg. En daar worden ze gewoon volgens de reguliere zaken vergoed. Ja. Was het... Het is ons gelukt ook binnen die partnership waar we in opereren als kinderartsen en kinderpsychologen. Welke partnership heb je? Partnership Vroegsignalering Alcohol. Ja. Om een DBC in DOT te creëren. Dat is een tijdelijke oplossing tot 1 januari 2015. Dan krijgen we een aparte DBC. En wel voor de regionale alcoholklinieken die we aan het openen zijn. Ja. En wat valt daar dan onder, onder die DBC? Dat valt er onder de nazorg in de breedste zin van het woord. Van de kinderartsen zoals de kinderpsycholoog. En dat heeft een bepaald traject met ook op indicatie in verder neuropsychologisch onderzoek. Maar als je dat goed gedegen op een bepaalde manier doet, is dat financieel geregeld. Ja. Goed. En was dat bij jullie nog een issue bij het opzetten? Ja, wij zijn toen we het opzetten gesteund ook door het PVA, wat al een paar keer is genoemd. We hebben bij ZonMW ook subsidie gekregen om de effectiviteit hiervan te onderzoeken. En de hoop is natuurlijk dat zorgverzekeraars dat ook oppakken en daar zien dat dat een kleine investering is. Hè, die drie vragen stellen en een kortdurend gesprekje is echt een kleine tijdsinvestering met uiteindelijk toch een hoop gezondheidswinst. Dus de hoop is dat de zorgverzekeraars daarvoor openstaan om dat te gaan vergoeden. Maar tot nu toe is dat nog niet zo. Goed. We gaan afsluiten. Ik bedank mijn gasten hier in de studio en de kijkers thuis. De kijkers die voor het accreditatiepunt in aanmerking komen, moeten ook de natoets maken die zo volgt. In het nascholingsportaal waar u deze e-learning bekijkt, vindt u de bijbehorende casus over het bespreekbaar maken van alcoholgebruik. Daar vindt u ook Medisch Contact TV-uitzendingen over andere onderwerpen. Allemaal geaccrediteerd. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende uitzending. En dan nu succes met de natoets.